En welkom bij de uitzending van de Lom over de jeugdprinsenparen. Naast mij zitten de jeugdhoogheden van het Klotteriek. Ik zou zeggen, stel je eigen even voor, dan weten de mensen thuis ook wie je bent. Ik ben jeugdprins Wesley. Ik ben 13 jaar oud en zit op Metameer Stevensbeek. Kijk, de prinses. Ik ben prinses Maud en ik ben 12 jaar oud en ik zit op Elsendaal College Boeksmeer. En ik ben Narik. Ik ben 12 jaar oud en ik kom uit... En nou, ik zit op het Metameer. Kijk. Ik ben Faustine Indy. Ik ben 12 jaar en ik zit op het Elsendaal College in Boeksmeer. Nou, om meteen met een moeilijke vraag te beginnen. Is het ook heel moeilijk om geheim te houden als je jeugdprins of prinses wordt? Voor je vriendjes en vriendinnetjes? Is dat moeilijk om dat... Jullie weten het ook al een tijdje van tevoren. Ja, en ik heb 4 dagen van tevoren te horen gekregen. Maar de laatste 2 dagen van tevoren, toen begonnen ze wel echt... Hadden ze wel een beetje in de gaten. Ik heb me niet versproken, maar het was wel moeilijk. Was dat voor jou ook moeilijk? Ja, ik wist het al 4 weken. Het was ja, je stond wel een beetje onder druk meer. Dat is wel lastig. En ik wist het zo'n 2 dagen. Ja. Alleen iedereen vroeg het de hele tijd. Al voordat je het wist? Ook allemaal ja. Ja, ik wist het ook ongeveer 4 weken en ja, ze vroegen het wel, maar het lukte wel om geheim te houden. Oké. En de uitkomst, hoe ging dat toen je tevoorschijn kwam? Dat was kei mooi. Ja? Goede reacties ook van iedereen? Ja. En wat ik me afvraag, zit carnaval, heb je ook een beetje in de familie of niet? Ja. Ja. Wat toevallig wat prins of zo, ouders of opa's of oma's? Mijn of? Nichtje is jeugdprinses geweest. Kijk. Niet dat je weet. Mijn papa en mama zijn jeugdprins en prinses geweest. Niet jeugdgroot, ja. Mijn opa is prins geweest. Kijk, dus het zit gewoon in de familie al bij jullie. Wat is nou het leukste wat tot nu toe al geweest is? Waar kijk je nou met plezier op terug? Het mooiste vind ik wel gewoon de andere uitkomingen te bezoeken. Oké. Ja, de pronkzittingen en het uitkomen zelf. Ik vond ook de pronkzittingen en uitkomen. Ja, ik ook pronkzittingen en uitkomen. En hoe je het rijtje andersom, waar is nou het leukste wat nog moet komen? Waar kijk je naar uit om waar je al zin in hebt? Welke dag met carnaval leven uit? Daar heb ik zin in. Sleuteloverdracht en de optocht. Kijk. Ik heb heel erg zin in de optocht. Ja, ook de optocht. Sleuteloverdracht en optocht. Kijk, dat zijn toch wel de bekende dingen, ja. Mm. En dan denk ik dat ook de lijstbreuk maar vast gaan doen. Een goede carnaval beleven is samen stilstaan en vol gas vooruit geven. Alaaf, alaaf, alaaf. Het volgende paar dat is aangeschoven aan tafel is het paar van Wilbertort. Om even te beginnen heb ik een bingoapparaat meegenomen. Dan gaat de narin gaat een vraag stellen aan jullie, aan het paar, een prinspaar en een prinspaar aan de narin. Dus ik ga nu 1 balletje draaien. Dat komt uit nummer 6. Dan geef ik het eerste kaartje aan de narin. Er staat een vraag op en die mag je stellen aan een prinspaar. Oké. Okay. Welke drank zul je zeker niet drinken tijdens de carnavalsdagen? Welke drank niet? Spa blauw hoor ik hier al zeggen. Ja. Nou, ik denk 's morgens wel. Heb je het dan al hard nodig, zeg maar, om wakker te worden? Kan nooit voorkomen, toch? Hè? Ja, maar en aan alcoholische dranken, waar is het voor jou echt 0 doorn om te drinken? 's avonds. Ja. Bier. Ja, dat drinken we wel, ja. Wat drinken we niet? Ja, al die sterke mixdrankjes. Puur uit eigen veiligheid. Juist. En dus voor de prinses. Nou. Sterke drank is ook al lekker. Appelkorren of de scrubbelair gaat er ook al in. Maar niet te veel. Nee, niet te veel door elkaar. Laten we dat maar niet doen. En dan ga ik nou de volgende vraag draaien. En dat is nummer 5. Dan krijgt de prins het kaartje en die mag je aan de nacht stellen. Naar instellen. Nina, waar slaap je tijdens de carnavalsdagen?
thuis? Ik ga ervan uit dat ik thuis slaap. Zijn er nu nog verhalen die rond die kunnen gaan waar... Nee. Nee, oké, okay, dan houden we dat nou even voor onszelf. Dat is misschien goed. De prins, stel je even netjes voor. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Voor wie ben je erin? Ik ben Rob Hendricks. Ik kom uit Wilbedoord, geboren en getogen. Ik ben er een van Tini Hendricks. Die is ook nog heel even bij de LOM heeft die, als vrijwilliger gewerkt. Ik werk in een fietsenzaak in Wangrooy. Van de meeste wel een bekende fietsenzaak. mijn hobby's zijn zelf ook fietsen, voetballen. Was mijn hobby, maar voetballen kijken, ja, dat doe ik nog steeds in Eindhoven, bij PSV. Is iets gebeurd dat je niet meer kan voetballen dan? Of? Nee, andere hobby's, hè, fietsen en ik vind hardlopen. Ja, daar, ook geen tijd meer voor om alleen te gaan voetballen? Nee, precies. Dat is meer dan alleen voetbal. Ja. Ja, dat klopt. Ja. En de prinses, stel je even iets voor. Ik ben Sandra Jacobs, ik kom ook uit Wilbedoord, ook geboren en getogen in Wilbedoord. Ik heb mijn eigen schoonheid in het pedicure salon. Ik ben 29 jaar en ik zit onder voetbal, zaalvoetbal en verder af en toe hardlopen en fietsen, wielrennen. En doen jullie samen natuurlijk? Nou nee, hij gaat iets te snel voor mij. Kijk, en een arin. Ja, ik ben Nini Jansen, 22 jaar, ook geboren en getogen in Wilbedoord. Ik studeer verpleegkundige, dus ik loop mijn stage op de Radboud, op de Torenkale chirurgie. Ja, mijn hobby's. Voor de mensen die niet weten wat dat is, klinkt ja, best wel een spannende opleiding. Ja, afdelingen met open hartoperaties en longoperaties. Dus heftige afdeling, maar wel heel leuk. Is dat te combineren met de carnaval nu? Nou, als iemand een hartaanval krijgt, dan kan ik wel iets doen. Maar het is, je hebt er wel makkelijk vrij voor kunnen krijgen of heb je geen stage ja. Of is het alleen puur opleiding tot nu toe? Nee, echt stage. Maar op zich, tot nu toe heb ik alles vrij kunnen krijgen. Dus, Dat is fijn. Ze werken wel mee. Hoe bevalt het Prinsendom tot nu toe? Het is echt geweldig. Ja, super. Ook met een receptje hoor je van iedereen, geniet ervan. En iedereen zegt hetzelfde van, geniet ervan. Maar ja, ja, het antwoord blijft toch een beetje hetzelfde, denk ik. Ja, dat is ook zeker. Dus ik echt wel niks aan. En je weet alles ook nog, of je er wel van genoten hebt. Ja. Jawel, zeker. Dan de receptie was al geweldig. Een heel weekend hebben we gehad. Ja, en ook al vereniging, hoe iedereen ermee bezig is. Ja, dat is echt gewoon petje af. Kei mooi. En hoe voelt dat voor jou? Ook alles, overal, ja, je hebt heel veel te doen. Dus daar is af en toe wel, dan denk je, oh, we moeten weer weg. Maar het is overal waar je heen gaat, het is allemaal heel leuk. Het is allemaal leuk, gezellig. Je zegt, moet je weer weg. Is het zwaar dan af en toe? Of denk je soms voor het gaan van, het is wel moeilijk of ik heb er vandaag even geen zin in? Nou, we hebben een kleine meid van 11 maanden nu op het moment. En dan moet je ze iedere keer ook weer wegbrengen. En dat, ja, op een gegeven moment, het is niet erg, maar op een gegeven moment denk je, oh, je ziet ze gewoon heel kort tussendoor. En dan moet je ze weer meteen weer wegbrengen, zeg maar. En dan denk je af en toe van, oh, dat is wel af en toe jammer, maar als je gewoon weer bent waar je naartoe moet, dan is het gewoon één groot feest en alleen maar gezelligheid. Dus. En de klotstekens bestaan 55 jaar. Is dat ook al dit jaar iets speciaals voor jullie? Of gaat er nog veel komen met de carnaval of komt dat later pas? Nee, we hebben echt een heel weekend gehad. En de vrijdagavond was voor, wat was er allemaal? Was het Boekers Kwartierke, dat is een soort cabaret en met muziek. En een oude buurt van vroeger. En er was een sporthal. Ja, het zat helemaal vol. Het was supergezellig voor het hele dorp. Was het keileuk. Ja, zaterdag was de receptie voor de eer voor de jeugd en toen voor ons dan. Ja, ook dat was geweldig tot een laat uurtjes. En de zondag was de receptie voor de omliggende dorpen. Of ja, omliggende. Er waren geloof ik 12 verenigingen. Ja. Zo, dat is wel een groot feestje geweest. Dat was zeker de moeite waard. En voor de narin, is het een beetje te doen met deze twee aan zijn? Nee, ja. Jij zorgt voor de grapjes toch? Jij moet ze een beetje vrolijk houden. Jawel, nee, dat komt helemaal goed. Ja, is het vervelend? Of heb je af en toe een keer gedacht van, oh, ik wou eens een keer zonder een kombier drinken? Maar... Nee, hartstikke gezellig. Nee, ik ben hartstikke blij met ze. En het gaat onderling ook heel goed, zeg maar. Ja, zeker. Want jullie wisten wel van tevoren, jullie wisten sowieso over Prins en Prinses natuurlijk, maar de narin is het ook dat jullie met z'n drieën paar zou worden? Of was dat voor jullie ook een verrassing? Dat is een verrassing, ja. Dan weet je, als je net voordat je uit gaat komen, ja. We komen een half uur van tevoren, komen wij bij elkaar met omkleden. En dan is de verrassing wie er
wie er als naar in binnenkomt. Nar of naar in. Ja. Ja, ja. Ja. En dit geval is naar in. En dan was toen eigenlijk al met... Jullie kenden elkaar van tevoren of matig? Ja, ja, ik heb met Nina gevoetbald. Ja. Ja. Ze is op het moment geblesseerd helaas. Ja. Maar, ach, nou ja. Ja. jullie hebben de pronkzitting ook al gehad. Hoe bevielen die? Ja, de 4 dagen. En de 4 dagen is het gewoon weer anders. En ja, ook daar was weer genieten. Dan denk je wel een klein dorp groot in kan zijn. Ja. En ben je goed voor een paal gezet of viel het mee? Of heb je nooit in het verleden iets verkeerds gedaan? Je was nooit. Een zuivere jongen. Nee, mijn vriendengroep heeft voor mij met de receptie al gedaan. En ja, voor Sandra was het wel een beetje. Een beetje rare foto's en zo. En wat verhaaltjes, maar... maar die zijn nog allemaal wel een beetje beperkt gebleven. Jawel, het is wel leuk. Ah, kijk. Dan sluiten we af met jouw lijfspreuk. Lach, geniet en maak lol op jouw eigen manier. Dit jubileumjaar doen wij dat met veel plezier. Alaaf. En ook in Sint-Hubert hebben ze natuurlijk carnaval en dus jeugd ook eten. En bij mij aangeschoven zijn de bokken. Ik zou zeggen, stel je eens voor. Hoi, ik ben Geert de Klein. Ik ben 12 jaar en ik zit op basisschool De Scharen. Kijk. Ik ben Chrisje Maas en ik ben 11 jaar oud en ik zit op basisschool Scharen in Sint-Hubert. Ik ben Anouk Lange, ik ben 12 jaar oud en ik zit op basisschool De Scharen. Ik ben Wesley Vloed, ik ben 11 jaar en zit op basisschool De Scharen. Wat ik me afvraag, is het niet ontzettend moeilijk om geheim te houden dat je jeugdprins wordt? Valt wel mee, bij ons op school vertellen ze er niet zo heel veel over. Okay. En de hele klas wordt wel, dus ja, dat vraagt niet zoveel. Oké. Okay. Dus het viel eigenlijk voor jullie allemaal wel mee? Of heb je toch anders ervaren misschien? Nee. De uitkomen voor jullie, hoe is het in zijn werk gegaan? Hoe ziet dat eruit in zijn dubbelt? Ja, er is gewoon een zaal en er staat op een podium en dan moet je door een doek heen springen. En dan kom je naar een podium en dan gaat iedereen klappen en doen en filmen en foto's maken. Kijk, goede reacties uit de zaal meteen, iedereen enthousiast? Ja. Ja. Zit het bij jullie nou ook in de familie, het carnaval vieren? Zijn er ook prinsen en prinsessen in de familie ofzo? Of? Ja, als papa en mama de prinsenproces geweest en mijn broer die is ook nar geweest. Oké, en bij jou toevallig ook? Ja, bij ons ook. Ja, gewoon mijn neven en nichten, oom en tante zijn ook wel vaak jeugdprinses of grote prinsenproces geweest. Kijk, carnavalsfamilie dus. Bij jullie toevallig ook? Bij jou? Mijn zus die is narin geworden en raadslid. Ja, ik ben dan mijn oudste, alleen papa en mama zijn al wat geworden. Kijk. Sorry, die zat dwars. Jullie hebben natuurlijk al heel veel dingen gedaan sinds jullie uitgekomen zijn. Wat is nou het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan? Vooral het uitkomen dan. Ja? Dat is wel heel leuk. En voor de rest hebben we de grote prinsenreceptie was op zich ook wel leuk. En vrijdag en zaterdag vorige week hadden we ook nog voor onze eigen, weet het nog eens, receptie. Ja. Of nee, niet receptie. Pronkzitting. Pronkzitting. Ja, dat was ook wel leuk. En dat vonden jullie ook leuk? Of hebben jullie andere hoogtepunten al gehad? Ja, het is ook eigenlijk wel leuk dat je komt met elkaar en dat was ook wel heel gezellig. Okay. Dus dat was ook wel leuk. Ja. En wat is nou een van de dingen waar je nog naar uitkijkt? Een van de dingen die nog moet komen waar je zin in hebt? Ja, receptie. Receptie? En jij? Ja, eigenlijk alles wel, maar ja. Gewoon lol hebben met elkaar is ook altijd gewoon leuk. Dat is ook belangrijk, inderdaad. En dingen waar je naar uitkijkt al? Ja, receptie. Receptie? Ja, ik kijk ook wel uit naar carnaval op school. Kijk. Nou, dan zullen we afsluiten met de lijfspreuk, denk ik. Er is geen mooier bal dan carnaval. Het volgende paar is aan tafel aangeschoven, het paar van bokken. Ik heb begin met de bingo ballen en die ga ik nou rollen en dan gaat de narin die gaat een vraag stellen aan het prinsenpaar en het prinsenpaar gaat dadelijk een vraag stellen aan de narin. Nou, dan beginnen we met nummertje 9, die geef ik aan de narin. Dan mag ze die oplezen en eerst vragen aan de prins, dan aan de prinses. We zijn benieuwd. Oh jee. Prins, wat is je scepter waard als hij gestolen wordt? Mijn scepter waard als hij gestolen wordt? Stel iemand steelt hem, hoeveel heb je daarvoor over om hem terug te betalen? Ja, we beginnen met een krat bier. Maar eentje? Eén krat bier, groot, klein?
Gewoon een groot krat. Gewoon een groot krat. Gewoon een groot krat. Ja, nou, dat is een uitdaging voor de bokken. Ja, dat was dus alleen een vraag voor de prins. En dan hebben we nou nummertje 10. En die mag de prins of prinses aan de narin stellen. Nou, Emmy. Is er tot nu toe iets gigantisch fout gegaan? En wat? Nee, valt eigenlijk nog wel mee. Pronkzitting, een paar gekke dingen, maar dat lag niet aan mij. Dat was gewoon meer aan wat er over mij gezegd werd. Maar dat klopte wel? Ja. En wat werd er over je gezegd? Ja, we hebben een vriendinnengroep en ja, er gebeuren allemaal gekke dingen in. Kun je een voorbeeld noemen of is dat nee. Een beetje, niet netjes voor TV, de... bestemd? Nee. Okay. En dan gaan we nou even de voorstelronde doen. Dus van wie ben je erin en waar kom je eigenlijk vandaan? Vertel maar. Ja, ik ben Hanne Vrijsen. Ik ben geboren in Eindhoven, opgegroeid en getogen eigenlijk in Gassel. Dus daar heb ik 10 jaar gewoond, 10 jaar in Graven gewoond. En sinds 10 jaar wonen we nu ongeveer in Sint Hubert, in het ouderlijk huis van Annemieke. Daar hebben wij overgenomen, verbouwd. Daar hebben we heel veel tijd in gestopt. We hebben heel veel werk samen gedaan om het huis mooi te maken. En langzamerhand wordt dat ons paleisje eigenlijk. Dus het is nog niet af? Het is nog niet af, nee. Dus het komt eigenlijk nog niet heel goed uit in jullie plek. Nee, maar wij blijven voorlopig wel doorverbouwen. Daar komen nog genoeg projecten uit. We hebben steeds rustig aan gedaan. En het is financieel ook beter te hebben dan in één keer. Dus ik zie je over 5 jaar niet terug bij Help Mijn Man Is Klusser? Nee. Ieder project wordt afgemaakt. Oké, dat toch wel. Ja. En de prinses? Prinses, ja, Annemieke Lavrijse Wintjes, wel een echte bok, geboren, getogen en ja, niet zo'n heel erg verhuisverhaal als de prins. Alleen maar even 2 jaar samengewoond in een kuik en toen we heel snel teruggegaan naar Sint Hubert. En inmiddels ook weer samen 2 jongens, Jasper van 8, Bram van 4. En, ja. En dan Arin? Ik ben Emmy van Meulen, ik ben dochter van Hans en Sonja. En ik zit op school in Kuik. Ik doe daar horeca ondernemer manager en ik zit op dit moment in het laatste jaar. Verder druk met werken overal en ergens. Ik ben vrijwilliger bij het creatief, dus met kinderen iedere week. Dus, en fotografie doe je ook? Ja, foto's ook. Ja. Af en toe. Ook met kinderen of is dat gewoon een bij? Nee, foto's is eigenlijk een hobby en ik ben het een beetje aan het uitbreiden, maar nou met carnaval blijft het een beetje liggen. Ja, dan maar dat maakt niet uit. Dat is nou niet belangrijk, nee, inderdaad. Precies. Maar je zei, je hebt overal gewoond. Of overal, in Graven, in Eindhoven. Werd je daar ook anders ontvangen als prins? Of heb je daar nog contacten? Of? Nee, ja, met onze vriendengroep die komt uit de Scharen. Dus daar zit een beetje de basis. Dat komt ook van omdat ik in Graven gewoond heb. Heb ik eerst bij Graven en toen bij Scharen gevoetbald. En daar is onze vriendengroep uit de Scharense voetbalgroep, eigenlijk is de vriendengroep ontstaan. Dus die hebben ook een mooi stuk gedaan bij de pronkzittingen. Dus eigenlijk de groep van Scharen die heeft een stukje gedaan bij de pronkzittingen in Sint Hubert, ja. Een one-liner show. Echt helemaal kapot gelachen om alle grappen. Dat was echt super mooi om te zien. En dat was een one-liner show die ging over jullie of over algemene... Sommige algemene grappen, maar ook over ons inderdaad. En de pronkzittingen waren ook meteen goed in smaak gevallen bij jullie, de avonden, of hebben jullie nog een weekend? Nee, we hebben 2 avonden gehad en daar is het dan. Want ja, we doen het in de gymzaal, dus daar kunnen heel veel mensen in. Dus na 2 avonden is het goed geweest. Maar we hadden echt wel 2 geweldige avonden. We hebben echt een mooie optredens gehad, ook waar wij aan de bak moesten. We moesten voor Stichting Jeugdbelangen, waar ik ook vrijwilliger ben, moesten wij wat spelletjes doen. Gelukkig hebben we die samen gewonnen. Ja. Allebei de avonden. Dus we hebben nog een barbecue te goed van de mensen van Jeugdbelangen. En waarschijnlijk gaan we dat wel bij ons thuis doen, verwacht ik. Als onze tuinkamer klaar is, want daar ben ik niet nog mee bezig. Dat is nog het volgende project. Die ligt nog stil. Ja, dat ligt nog stil, ja. Als echte bok, hoe waren de reacties? Ja, uitkwamen dan. Ja, superleuk wel. En ook mijn vader heeft heel lang bij de carnavalsclub gezeten. En ja, dat is ook wel gewoon heel mooi dat je dan een beetje in zijn voetsporen kan trainen. En dat je dan ook gewoon deel maakt van die club. Nou, en dat maakt het ook wel heel bijzonder. Dat maakt het dat hechter voor ja. Het gevoel. Ja. En je vader was dan ook heel trots?
die daar een prinses werd? Nou, hij is niet meer onder ons, dus ah, in die zin, op die manier. Maar ik denk, als hij het zou weten, dan zou je het wel hartstikke mooi vinden. Moet je er wel eventjes aan denken. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En hoe waren de reacties als narin, de omgeving? Ja, niemand had het verwacht. Ik was eigenlijk een beetje achter de schermen gebleven. Ik heb mijn ouders heb ik het ook niet verteld voor het uitkomen. Dus die wisten nog van niks totdat ik op het podium stond. En die waren blij verrast. Hoe heb je dat geheim kunnen houden? Want je woont nog thuis? Ja, klopt. En hoe hou je zoiets geheim? Want je moet toch vaak weg. Je moet kleren kopen, schoenen kopen misschien nog. Ja, ik denk dat is wel raar kijken als jij in één keer met groen-gele schoenen thuis komt aanzetten. Nou, mijn oma die heeft mijn pak gemaakt. En alles wat ik bestelde is ook bij oma binnengekomen. En die heeft wist het ook. Wel? Ja, die wist het wel. De rest wist het allemaal niet. Maar die komen wel altijd naar de onthulling, zeg maar. Dat ze niet nog op het laatste moment geregeld moesten worden dat ze kwamen. Nee, mijn ouders zitten bij Engselen. En mijn zusje die deed zelf mee met de slageravond. En mijn broer ook. En mijn andere zusje die heb ik het op het laatste moment, net voordat ik moest gaan, heb ik het verteld. Die was er ook bij toen die avond. Oké. Is het druk te regelen met de carnaval? Met werk of andere activiteiten om aan de kant te zetten puur voor de carnaval? Want je hebt nog hele drukke dagen die te wachten staan. Ja, de komende tijd wordt het pittig. Ja, het is vooral met de kinderen is het veel geregeld. We hebben het geluk dat we een goede oppas hebben. Dus we krijgen het goed geregeld. Dus het is goed te doen en mijn werk is gewoon heel flexibel. Dus daar kan ik altijd vrij nemen. Het is dus een goede planning maken. Hè? In ieder geval van tevoren al zeggen wanneer moeten we weg en wanneer hebben we hulp nodig. En ik denk dat ik het nu aardig rond heb, maar je weet maar nooit. Dan eindigen we met de lijstbreuk. Nou, mijn lijstbreuk is even geen dorpsraad of jeugdbelangen, maar mijn Olly een schone carnaval aanvangen. Alaf! En naast mij zijn inmiddels aangeschoven de jeugdhoogheden van Langenboom, oftewel de Verkenscupjes. Ik zou zeggen, stel je even voor. Ik ben Prins Jens ten Eerste. Ik zit op school het Stekske in Langenboom. Mijn hobby's zijn voetbal, mountainbiken, snowboarden. Kijk, en de prinses, wie ben je? Ik ben Daphne, ik ben 11 en ik zit op school het Stekske en ik doe volleybal. Kijk, en de narin? Ja, ik ben Neeltje Berends en ik zit ook op het Stekske. En mijn hobby's zijn voetballen en paardrijden. Kijk, nou, wat ik als eerste wil weten, is het niet ontzettend spannend om prins, prinses of narin te worden? Dus dat jij het geheim moet houden en het rest ook nog niet mag weten? Is dat niet moeilijk? Ja, bij mij was het best moeilijk dat ik de enigste jongen uit mijn groep was. Dus ja. Dus het was een beetje duidelijk al? Ja, wel een klein beetje. Ja. En was dat bij jullie ook het geval? Of? Ja, nou eigenlijk als je in groep 8 zit kan je eigenlijk geen narin worden. Alleen omdat er niemand uit groep 7 was die eigenlijk het kon worden. Want er zat niemand bij, alleen Dasmarieke. Alleen die kunnen het niet worden, dus ja, dat is wel een verrassing. Ja. En was het moeilijk om geheim te houden voor jou ook, of viel het wel mee? Ja, viel wel mee. En het uitkomen zelf, is dat niet ontzettend spannend dat je tevoorschijn komt? Ja, best wel. Hoe ging dat bij jullie in zijn werk? Wij twee kregen een vergespak aan. Ja. Dan kwam op het podium en dan tellen ze af. En als ze dan bij nul waren, deden ze de maskers en de halsstraf. Kijk. En hoe waren de reacties in de zaal? Ja, mij was het denk ik niet echt verwacht. Maar bij mij was het wel duidelijk. Ja. Ja, nou, ik werd zeg maar in een douche met allemaal ballonnen gestopt. Ja. En dan kwam je zo het podium opgereden. En ik zat echt helemaal zo te trillen. Ja. Jullie hebben al heel veel gedaan natuurlijk. Wat was nou het leukste wat je tot nu toe al gedaan hebt? Wat zei je nou, dat was zo leuk gedaan? Ja, ik denk het Biggeball. Ja, Biggeball. Alle drie het leukste? Ik denk het wel. En wat is het leukste wat er nog moet komen? Waar heb je nou al zin in om te gaan doen? Ik denk de opdracht en prankzitting. Opdracht en prankzitting. Die is bij jullie nog niet geweest, prankzitting? Nee. Ik denk ook de opdracht. Ja, ik denk de sleuteloverdracht en de opdracht. Kijk. Nou, dan denk ik dat we ook de lijstbreuk maar vast gaan doen.
Die gaan we z'n drieën doen, hè? Ja. Confetti hier, confetti daar. Wij vieren carnaval dit jaar. Het volgende paar dat is aangeschoven is het prinsenpaar uit Langeboom, de Verkenskoppen. We beginnen met een bingo spelletje. Ik rol dadelijk een getal, daar komt een vraag uit. De vraag die stelt de nar aan het prinsenpaar en het prinsenpaar de volgende vraag aan de nar. En we beginnen met nummer 7, dus die geef ik aan de narin. Die mag de vraag stellen aan het prinsenpaar. We mogen allebei antwoord opgeven. Maak je misbruik of gebruik van je positie als je uitgaat? Als prinspaar dan, als je uitgaat als prinspaar. Nee, we maken geen misbruik, nee, nee. Wel gebruikt? Ja, 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 zeker. En dat valt dan in de positieve zin van het woord? Ja, ja, positieve zin van het woord. Dan, ja, we staan wat in het middelpunt en daar maken we dan gebruik van. Dankbaar gebruik van, denk ik. Ja. Kijk. En dan gaan we nu de vraag stellen voor de narin. En dat is nummer 2. En die geef ik dan aan de prins. En de vraag luidt. Narin Manon, wat is het beste ontbijt tijdens de carnavalsdagen? Een gebakken ei met een hele dooier. Persen met de hele dooier? Ook, ja, die is lekker druipt. Zit er nog kaas of ham bij of is het gewoon alleen een gebakken ei? Zonder brood. Met een stukje wel een stukje brood. En een doorlopende dooier. Ja, lekker druipen. Dan gaan we nu even het voorstel rondje doen. We beginnen met de prins. Van wie ben je erin? Waar werk je? Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben Peter Verschijndel. Ja, woon in Langeboom met mijn prinses Esther. In het dagelijks leven werk ik bij Spierings Mobile Cranes in Os als service manager. Wij maken mobiele torenkranen en ik werk dus op de serviceafdeling. En jullie komen ook van oorsprong uit Langeboom? Nee, ik ben geboren in Boekel. Mijn moeder is opgegroeid in Langeboom, Tini Bisschops. En die heeft ook eigenlijk in de jeugd gewoond in het huis waar wij nu wonen. Ja. De prinses. Ik ben Esther van Schijndel, getrouwd met Prins. En wij wonen in Langeboom. Ik ben zelfstandig meubelmaker aan huis, al 10 jaar nu. En Dat was wel mee. Heb je nog leuke hobby's? Of, ik zing bij Koren Accent. Oorspronkelijk, ik ben in een bos geboren. En sinds mijn 12e kom ik uit Boekel ook. En Dat is het. En we spelen allebei trouwens bij de Harmonie, Amsitja, in Langeboom. En dan daarin? Ja, ik ben Manon Straatman, 22 jaar. Ja, ik woon ook in Langeboom. In het dagelijks leven ga ik naar school, op het Koning Willem 1, doe ik marketing en communicatie. Ja. Hebben jullie nog toevallig contacten met het Boekelsleven? Dat jullie daar nog reacties hebben gekregen dat jullie hier prinspaar zijn geworden? Ja, we hebben wat familie in Boekel wonen en ik zelf maak nog muziek in Boekel bij een blaaskapel M4. En we hebben ook regelmatig optredens met carnaval. Dus vandaar hebben we wel wat reacties en wat contacten nog. Ja. Doe je dan ook iets samen met de prinsenpaar van Boekel toevallig of daar staat er helemaal los van? De carnavalsvereniging Boekel die hebben een vorstenpaar en die zijn bij ons op de receptie geweest. En afgelopen weekend zijn wij ook daar geweest bij de koninginverkiezing van M4. En, een aardig flink feest gehad, was wel leuk, ja. Kijk. Hoe gaat het onderling met jullie? Gewoon de narin met prinspaar, prinspaar met narin, gaat het gezellig? Of denk je van nou, ik hoor dat Manon misschien wel een keer wat minder aanwezig was of zo? Zou kunnen, hè, dus ja. Maar, of functioneert ze echt als nar om jullie om te vrolijken? Nou ja, we hebben ze bijna continu wel in het oog, want ze woont vrij dichtbij ons. Oké. Dus eigenlijk aan de andere kant van de straat. Maar verder, dat gaat wel goed. Samen naar huis fietsen is wel een kleine mooie, kunnen jullie? Ja. wat verwacht je van de carnavalsdagen? Ja, feesten. Eén groot feest wordt het. En vertel er meer over, waar kijk je meestal naar uit? De optocht, hebben jullie nog de pronkzittingen voor
voor het oog? De pronkzittingen komen eraan. De krasknorrenzitting voor de ouderen, die hebben we gehad. Die was al helemaal geweldig. En nu komen de echte pronkzittingen, zeg maar, die komen nog. Dus daar kijken we wel naar uit. En dan inderdaad de optocht. Dat wordt, is ook wel iets aparts natuurlijk. En dan de boerenbruiloft hebben we ook nog. Dat lijkt me ook wel heel, heel gezellig. Ja, dan is het eigenlijk... Dan is het wel snel klaar, hè? Dan zijn die drie weken... Manon, hoe waren de reacties bij jou? Vrienden, familie, omgeving? Leuk. De meesten hadden het niet gedacht. Want ja, ik woon wel in Langeboom, maar ik zit niet echt bij een Langeboomse vriendengroep of zo. En, maar de reacties waren wel superleuk. Ze zeiden ook dat het bij mij past en zo. Maar tot nu toe gaat het me ook goed af. Maar je bent niet veel in Langeboom, ben je ergens anders dan veel actief? Of een ander dorp waar je veel actief bent? Ja, in Mail. Maar ja, dan komen ons papa en mam vandaan. Dus ja, dan familie, vrienden. En ik sport hier ook. Dus, Hebben jullie samen al onverwachte dingen meegemaakt? Waarvan je denkt, van, dat had ik niet verwacht dat zo zou lopen? De afgelopen dagen of... Heb je een lastige vraag? Onverwacht. Bijvoorbeeld aan afgelopen weekend het verrassingsoptreden van de Harmonie tijdens de krassenknorrenzitting. Deed ook een stuk. Dat was wel een verrassing, ja, en ontzettend leuk. Oké. Wisten jullie van elkaar dat... Ja, jullie wisten natuurlijk van elkaar dat jullie samen prins en prinses worden, maar van mijn non ook. Wisten jullie van tevoren of echt pas op het podium of een tijdje daarvoor? Ja, een tijdje daarvoor. En was dat een verrassing of had je zoiets al verwacht dat Manon het zou worden? Nee, daar hadden we geen idee van, want ze zit sowieso in een andere leeftijdscategorie. En ja, die groep kennen we gewoon niet. Dus het was al helemaal een verrassing dat natuurlijk onze buurmeisjes. Dat maakt het wel makkelijker. Dat was gewoon een totale verrassing. En hoe was dat voor jou, Manon? Ja, ik had eigenlijk nooit gedacht dat hun zouden zeggen dat ze prins of prinses zouden worden in Langeboom. Maar ja, dat zullen ze ook van mij gedacht hebben, dus het was gewoon een totale verrassing. Ja, dat is juist leuk, denk ik. Ja. Is het allemaal te regelen met jullie werk? Met kinderen, hobby's dat je vrij vraagt, dat er tijd voor vrijgemaakt wordt? Of hebben jullie al een paar keer van, ik hoop dat we erbij kunnen zijn? Dat moet gewoon geregeld worden, dus dat komt goed. Ja. Ja. Ja, dat is wel fijn. Dus alles is op te lossen, zeg ik altijd maar. Ja, dat klopt. Dan eindigen we met jullie lijfspreuk. Onze lijfspreuk. Met ons als prinspaar is carnaval muzikaal gestemd dit jaar. En als laatste zijn bij mij aangeschoven de hoogheden van de Foekepot. Ik zou zeggen, stel je ergens voor aan de mensen, dat ze weten wie je bent. Ik ben Cas. Ik zit op Malet College Mail. Ik ben 12 jaar en mijn hobby's zijn voetbal en bij de Foekepot zitten. Kijk. Ik ben Eline, ik ben 13 jaar, ik zit op Marlet College in Mil. En mijn hobby's zijn dansen en muziek maken. Ik ben Bram en ik zit op de Lens in Mil. Mijn hobby's zijn handballen en dat was het wel. Kijk, dat is al heel wat. De eerste vraag die ik altijd stel is, is het niet ontzettend moeilijk om geheim te houden dat je jeugdprins, jeugdprinses of naar wordt? Ik vond het de laatste week het moeilijkste, want ja, dan gaat iedereen het zeg maar vragen. De rest was wel te doen. In het begin wel te doen? Ja. En bij jou? Ik vond het niet echt zo heel moeilijk, maar ik vond het wel een beetje moeilijk. Oké, okay, wist je het al lang van tevoren of niet? Ja, sinds de vakantie al. Maar dat is al lang. En jij? Ik vond het niet echt heel moeilijk, want maar ook wel een beetje wel. Want in de klas wist de juffrouw ook dat bijna de halve klas bij de Foekepot zat. Oké. Okay. En toen ging ze ook allemaal vragen van wie er had opgegeven. En toen had ik maar gewoon gezegd van niet. Dus, en bij de Foekepot was het wel moeilijk. Maar ook wel niet. Maar het is wel gelukt. Je hebt het niet van nee, verpraat. Ik heb niet verpraat. En daaruit komen, hoe zag het eruit? Hoe gaat dat in het Germeland? We zitten helemaal boven. En dan krijgt eerst iedereen het te weten.
Eerst de nar, dan de prinses, dan de prins. Dan gaan we hier naar beneden achter het doek. Dan, ja, dan komen we tevoorschijn. Zeg maar. Kijk, en dan meteen applaus en foto's en video en zo? Of? Ja, dan wordt er zo'n zeg maar uitkommuziekje gespeeld. En dan krijg je heel veel applaus. En dan komen er allemaal kinderen die je kent. Die komen dan naar het podium toe. En dan, ja. Oké, okay, iedereen enthousiast? Ja. Verrast ook? Of hadden ze het wel verwacht dat jullie het zouden worden? Nou, de Foekenpot verwachtte Eline en Cas wel. Maar mij, nee. Dat was tijdens dat we naar alle kerkdorpen gingen niet. Maar toen op het einde, toen ze gingen zeggen wie het werden boven in de kleedkamer, toen dacht ineens iedereen mij. Maar voor de rest nog. Daarvoor niet, kijk. En dat carnaval, zit dat een beetje bij jullie ook in de familie? Heb je al wel een... Bij mij wel. Mijn vader is jeugdprins geweest, mijn oom is jeugdprins geweest en mijn zus is erin geweest. Kijk. En bij jullie? Ja, ons pap en ons mam zijn in 2000 prins en prinses carnaval geworden. Kijk. En mijn oom was ook een keer adjutant geworden. Kijk. Bij mij weet ik het niet, maar volgens mij is er wel iemand in de familie ooit nar geworden, maar voor de rest weet ik weet het ik niet. Weet ik niet, maar dat maakt het niet uit. Ik bedoel, dan ben je misschien wel de eerste. Ja, maar... Er zijn al heel veel dingen die jullie gedaan hebben, al vanaf het uitkomen tot nu. Wat is nou het leukste wat je tot nu toe hebt gedaan? De uitkomst. De uitkomst zelf, het leukste. Ja. En telt dat voor jullie ook? Of? Ja, ik de uitkomst en de tweede pronkzitting. Kijk. Ik denk ik de... ook de uitkomst. De uitkomst. En er staan nog heel veel dingen op stapel. Er komt nog van alles. Wat zijn nou de middagen of de avonden waar je zegt, daar heb ik echt zin in? De optocht. De optocht. Dat is duidelijk. De sleuteloverdracht en de optocht. Kijk. De jeugdpronkzittingen en ja, ik denk ook wel echt de grote optocht. De grote optocht is het leukste natuurlijk. Dan wil ik vragen of jullie af willen zouden sluiten met de lijstspreuk. Oké, aftellen. 3, 2, 1. Met carnaval gooien we alles aan de kant, want wij gaan feesten in het schermenland. Alaf. Het volgende paar is aan tafel aangeschoven, het prinsenpaar van de Germen en het jonkenpaar van de Germen. We beginnen met een klein bingo spelletje. Ik ga een nummertje draaien. Het getalletje wat eruit komt, daar zit een vraag bij. De jonkers vragen de vraag aan het prinsenpaar en andersom. Ik ben niet te bang om de vraag te stellen, want er zitten hele gemene vragen tussen. De eerste vraag is 7. Die mag Joost of Max stellen aan het prinsenpaar. Maak je misbruik of gebruik van je positie als je uitgaat? Nee, maak er geen misbruik van. Nee. Zeg je dat nou voor de prins of heb je het over jezelf? Dat hij er misbruik van maakt, ja of nee? Voor mezelf. Oké, nee ja. En hoe is het bij de prins? Ik denk heb je iets al misdragen omdat je prins bent? Nee. Weet je zeker? Ja. Oké. 100%. Dan gaan we naar de volgende vraag. Die mogen jullie aan het jonkerpaar stellen. En dat is vraag nummer 4. Maak je borst maar nat, jongens. Oh jee. Oh, dat is niet zo'n moeilijke vraag. Wat eet je het liefst na het uitgaan? Restaurant hier verderop in de straat. Ja. Een kapsalon. Kapsalon of iets, ja. Dat is eigenlijk altijd standaard, denk ik. Ja, dat is standaard, ja. Nou, dan beginnen we even met de voorstelronde. Wie ben er, van wie ben je erin? Waar kom je vandaan? Waar werk je? Ik ben Christian Berenhoek, zoon van Ad en Annie Berenhoek. Geboren en getogen Middenaar. Woon op de Brugse Berg in Mil. Werkzaam in het UMC ziekenhuis Radboud, Nijmegen. Als procescoördinator bij afdeling keel, neus en oorheelkunde. Een hele mond vol. Ja. Dat heb je al vaker hoeven denken om dat te zeggen. Ja. En de prinses? Ja, Jessica van de Wijngaard. Ja, Berendonk. Als pap, als mam, Frans en Ellie van de Wijngaard. Uit Langeboom. Dus eigenlijk een werkskupje. Kunnen ook wel zien, ja. Ik heb een zus, Ilse. En ik ben werkzaam in Mil bij de Ethos. Bij Luc. En dus... En de eerste jonker?
Ja, Joost van Lid, ook uit Mil. Ja, geboren en getogen in Mil. Zoon van Frank en Eddie van Lid van de Asperges. Werkzaam thuis, beoogd opvolger. Dus ja, dat is een beetje mijn verhaal. En voor de volgende jonker. Ik ben Max Kuppen, ook uit Mil, geboren in Mil, getogen in Mil. Zoon van René en Thea Kuppen. Werkzaam in Wangrooy bij Smicon BV. Als monteur service onderhoud binnen- en buitendienst. Kijk. Je werkt in het UMC, Chris. Maar heel veel mensen denken misschien wel dat jij gewoon eigenlijk bierbrouwer bent van beroep. Ja, dat klopt ook. Maar niet van beroep, nee. Nee. Waar was de link van ziekenhuis naar bierbrouwer? Wat is die link? Nou, met het ziekenhuis is er geen link. Maar we zijn vanuit de Foekenpot, vrijwilligers, hebben we ooit een bierclubje opgericht. Daaruit wilden we zelf een biertje brouwen. Toen zijn we zelf een brouwerij begonnen. Dus eigenlijk is die hobby steeds verder gegaan tot een eigen brouwerij in Tongelaar. Dus ja, met ander werk is geen relatie. En je hebt inmiddels ook al een speciaal biertje voor het carnavalseizoen dit jaar? Ja. Die hebben ze speciaal voor mij gebrouwen. De jongens van de Blauwe Knoop en de jongens van Bierclub Het Mag. Heet Dubbel Genieten. Dat is een barley wine, 10%. Ze te kopen bij de Gal Mail. En de opbrengst van het bier komt ten goede van de jeugdcarnaval, de Foekenpot. Ja. En voor na de carnaval heb je ook nog een biertje. Oh ja, ja. Die hebben we ook nog gemaakt. Ik werd uitgedaagd tijdens de receptie door alle prinsen van andere kerkdorpen. Dat ze graag jubileumbier wilden hebben en dat we voor hun bier moesten gaan maken. Dus toen dachten we, nou, misschien is het wel gewoon een leuk idee om samen met hun gewoon een bier te maken. En die hebben we dus een paar weken terug hebben die samen gebrouwen, samen met die andere prinsen. En dan hebben we lekker gegeten en de jonkers waren erbij. En ja, die wordt volgende week gebotteld. En de planning is dat die na de carnaval klaar is. Zodat we zeg maar na de carnaval nog een evaluatiemomentje samen kunnen hebben. Om eens te kijken hoe dat hun en wij de carnaval ervaren hebben als prins zijnde. Ja. Als echte verkenskop, Jessica, hoe werden daar de reacties ontvangen? Ja, allemaal. Heb je daar nog iets van gehoord toevallig? Niet specifiek eigenlijk, nee. Nee, iedereen vond het gewoon heel leuk dat wij uit waren gekomen als prinspaar. En volgens mij weten we ook heel veel mensen eigenlijk niet dat ik een lange boom ben. Nou, dat is nou dus meteen open en bloot. No shame. Nee, nee. De jonkerpaar, hoe was de reactie in jullie omgeving? Want er was misschien toch vrij onverwachts dat jullie jonkerpaar werden. Ja, onverwachts, ja. Ja, voor jullie niet natuurlijk, maar voor... Ja, toen wij gevraagd werden was het ook onverwacht, dus ja. Voor Mil was het onverwacht, maar voor ons ook onverwacht. En jullie hadden geen twijfel om ja of nee te zeggen? Hij niet. Nee, eigenlijk niet. Ik heb er een paar dagen over nagedacht, ja. Spijt van gehad? Nee, tot nooit weer nog niet. Op geen enkel moment? Op geen enkel moment. Kan nog komen, hè. Ja. Ja, het is nog maar 3 weken, hè. Ja, dus het is zo voorbij, dus... Hoe gaat het onderling tussen jullie? Ja, dat is leuk. We hebben een goede... Klik. In ieder geval biermaten erbij, zullen we maar zeggen. Ik bedoel, als ik het bier niet opkrijg, dan hebben we in ieder geval twee jonkers die ons wel heel goed ondersteunen. Dat zal wel zelden zijn, denk ik. Nee, de klik is gewoon leuk. Ik bedoel, met de andere prinsenparen, daar gaat het ook allemaal leuk en is goed. Ja. Kan Chris jullie een beetje bijhouden? Of, Moeilijk. Ja, dat doet de leeftijd, hè. Die is natuurlijk al een stuk ouder dan jullie. Hallo. Voordat jullie erbij gedronken hebben. We liggen eigenlijk wel op één lijn. Hè? Ja. Dus dat komt wel goed. En de pronkzittingen allemaal goed verlopen? Ja, dat is echt een hele leuke pronkzitting. Ja. We hebben in ieder geval nou 2 keer gezien. De eerste keer zat ik wel een beetje te knijpen. Zo van oei oei oei, wat gaat er komen? Maar het viel gelukkig allemaal wel mee. Ja, gelukkig. Ja. Dan eindigen we met de lijfspreuk. Blijf deze dag vooral jezelf, want anderen zijn er al genoeg. Allah.